Natte sneeuw in Zuid-Limburg, weer om binnen te blijven, maar er werd gewoon getraind door de renners en rensters van Parkhotel Valkenburg, die gisteren in het monumentale hotel van de hoofdsponsor haar ploeg presenteerde. En dat ging vooraf aan een oer-Hollands diner, stampot. De ploeg heeft net als Rabobank een UCI mannenploeg en een UCI vrouwenploeg. In koppels van vier werden ze geïnterviewd door L1-presentator Sander Kleikers, die de wielersport een warm hart toedraagt. Wielrennen en paardensport zijn dé sporten van Limburg. En L1 heeft jaren geleden al wielrennen echt geadopteerd als belangrijke, misschien wel bijna belangrijkste sport. Dus de Limburgse wedstrijden, dat zijn er toch al een aantal, die willen we graag mee in beeld brengen. Denk aan de Eurode-omloop bijvoorbeeld in Kerkrade. Denk aan Drielandenomloop, Bocholt's mooie wedstrijd, Kernenomloop, Echtzusteren, dat soort wedstrijden. Ja, en dat is goed nieuws voor de topcompetitie, want daarmee komen alle zes de Limburgse koersen dus op L1 TV. Een mooie gelegenheid voor de ploeg met toch een Limburgse hoofd- en co-sponsor om zich in de kijker te rijden op tv. Weet ook Jasper Okkeloen, die altijd erg goed is in de heuvels. Het is voor mij lastig omdat we ook veel internationale etappekoers hebben in het buitenland. 2.1 of 2.2. En soms is het dan kiezen, maar omdat de topcompetitie nou een stuk belangrijker is en we ook een paar mooie extra Limburgse klassiekers erbij hebben, is het natuurlijk wel heel mooi om dat we zoveel keuze hebben eigenlijk, wat mij ook goed ligt. Ja, keuze genoeg aan internationale wedstrijden, maar teammanager Paul de Bak wil nou juist in Nederland beter gaan presteren. Afgelopen jaar ging het buitenland ging gewoon goed. In Nederland waren we niet tevreden en daar hebben we ook aan gewerkt om versterking in de breedte, om het Nederlands programma, het Belgisch programma op peil te brengen en ook in Nederland overwinningen te gaan pakken dit jaar. Versterking in de breedte, die kwam er, maar het merendeel van de nieuwkomers schitterde in afwezigheid. Jim van den Berg is in Mexico omdat hij Thomas Dekker begeleidt in zijn poging het werelduurrecord aan te vallen. Wim Struttinga en Dion Beukenboom waren er niet vanwege het WK baan in Parijs, waar ze achtste werden op de ploegenachtervolging. Een andere baanspecialist in de ploeg is Jenning Huizinga. Eindigde in 2008 met zilver vlak achter Sir Bradley Wiggins op het WK individuele achtervolging. Hij is nu al bijna 30, maar hoopt toch nog op een derde ticket naar de Olympische Spelen. Ditmaal in Rio. Het doel is echt Rio, om daar dicht tegen de medailles aan te zitten. En het gat met de top wordt steeds kleiner, dus dat is mogelijk. En omdat we nu een paar jongens van de baan ook in deze ploeg hebben, zal dat zeker breed gedragen worden en ondersteund. En hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen in een wegkoers aan mooie successen. Je hebt veel baanrenners, hè? Ben je niet bang dat dat gaat leiden onder je wegprogramma? Nee, totaal. Er zijn goede afspraken meegemaakt, zoals Wim Struttinga en Dion Beukenboom. Die starten al half maart op de weg. En de trainingen die ze hebben voor de baan, komt perfect overeen met het wegprogramma. Dus er wordt gewoon rekening mee gehouden, ook met de baanselectie. Doelen op de weg en op de baan dus. Maar één man is heel kort en krachtig over zijn doelen. Winnen. Al dus Peter Schulting, die vorig jaar nog de loodzware Ronde van Limburg won. Ik wil me nu toch wel meer de andere jaren specialiseren in de heuvelklassiekers. En we hebben nu een prachtig huis hier in Heerlen. En dan kun je wat vaker hierheen gaan om te trainen en maar meer toe te spitsen op de heuvelklassiekers. Wie ook graag in Limburg komt is Steven Rooks. Introductie lijkt me overbodig. Hij zal niet achter het stuur zitten, maar heeft een missie die er niet om ligt. We zijn nu op Continental, op een topniveau. En dat willen we jaren vasthouden. En waarschijnlijk ook nog eens een keertje te kijken en te vissen naar een pro-Continental misschien. En zeg altijd pro-tour, dat kan. Weet je wel, die wens moet er wel zijn. Of het realiseerbaar is, dan moet je uiteindelijk afvragen. Maar goed, je moet wel het uitspreken en dat doen we. Waarvan akte. Maar om die stap omhoog te zetten is geld alleen niet genoeg. Uitslagen en goede benen zijn even belangrijk. En Marijn de Vries heeft informatie over het vormpeil van de mannen. We hebben vandaag even met de mannen hier in het Limburg een rondje gereden. En ik moet zeggen, op de camera gaven ze wel even gas. Uiteindelijk moest ik het toch wel af, maar ik heb ook niet alles gegeven hoor. Smoesjes zijn wielrenners eigen, maar welk smoesje heeft Joyners de Rijke renner Ronan van Zandbeek om op deze ploegenpresentatie aanwezig te zijn? Ik kom kijken bij mijn vriendin. Dat is een smoesje, hè? Je bent aan het spioneren. Dat sowieso, ja. Hoe is dat om met een wielervrouw te leven, Ronan? Moeilijk, heel moeilijk. Nou, ik vind het ook lastig om hem. Ja, hij is altijd weg. Nee, het is leuk. Jawel. Wie wint de ster van Zwolle?
Hey. Nee, jij moet nou Koen van Meldpunt zeggen. Oh. Ja, ja, ja. Wie wint de Ster van Zwolle? Ja, het is weer zover. De vraag der vragen komt weer aan bod. Wie wint de Ster van Zwolle als het een massasprint wordt? Jeff Vermeulen. Ik weet gewoon geen naam. De jongen die is enorm gretig. Een van de jongens van Seg Racing. En wil graag iets rechtzetten en ik denk dat hij dat graag meteen in Zwolle wil doen. Jetsebol. Ja, Stroet die gaat hier niet mee. Dus, maar dan zou ik voor Van Meldpunt gaan. Dan denk ik Jeff Vermeulen. Koen van Meldpunt.